Leerlingen van het Montessori College kunnen voortaan naar de bibliotheek zonder hun school te verlaten. Het Montessori College is de eerste middelbare school waarmee Bibliotheek Gelderland Zuid een samenwerking aangaat. Het concept de bibliotheek op school is bedoeld om leerlingen meer te laten lezen. Bibliotheek op school is een heel mooi initiatief. Je krijgt eigenlijk dat de bibliotheek in school komt. Dus we brengen eigenlijk de bibliotheek naar onze leerlingen toe. Zodat de kinderen heel direct in aanraking komen met boeken, met lezen. Dus ja, je haalt eigenlijk de bibliotheek naar school toe, omdat vaak de drempel of de afstand te groot is voor onze leerlingen om naar de bib toe te gaan. Wat ik hoop dat het op gaat leveren is dat leerlingen heel veel gaan lezen. Want leesvaardigheid is ontzettend belangrijk. Leesvaardigheid is een grote voorspeller voor schoolsucces en succes in de maatschappij. Onze leerlingen worstelen enorm met leesvaardigheid. Je ziet dat heel veel ongeletterdheid voorkomt bij de jongeren. En bij het VMBO kom je dat heel veel tegen. Als kinderen veel lezen, dan wordt hun woordenschat en hun taalvaardigheid wordt vele malen groter. Dus het is niet alleen bij Nederlands, maar bij wiskunde zelfs. Alles is in taal verpakt. En je ziet dat leerlingen afhaken op het moment dat het te moeilijk is. En dus heel vaak, dus je moet heel veel aandacht besteden aan leesvaardigheid. Er wordt ontzettend veel gewerkt nu met social media, informatievaardigheden, mediawijsheid. Nou, daar willen we ook heel veel aan doen. En de bibliotheek kan daar ook heel veel in betekenen. Kinderen zoeken veel op Google en zo, maar weten niet, is dat nou goede informatie? Is dat geen goede informatie? Wat is betrouwbaar? Wat is niet betrouwbaar? Nou, daar willen we ook gewoon veel mee doen. Het lezen is veel meer aanwezig. Het speelt een hele centrale rol. Het is ook drempelloos. Het lokaal van Nederlands is hiernaast. Dus het is ook fysiek drempelloos. Je kan heel makkelijk met leerlingen even de bib in. Je kan ze heen sturen. Voorheen sleepte ik leerlingen wel eens mee naar de bibliotheek. Maar dat is toch wel een drempel. Nou, concreet hoeven ze eigenlijk niet meer naar de bibliotheek toe. Kunnen ze dat gewoon op school eigenlijk alles doen wat ze eigenlijk in de bibliotheek deden. Wat ik ook nog heel erg belangrijk vind, is dat je tot een structurele samenwerking komt met de bibliotheek. Dat je de expertise van de mensen van de bibliotheek ook naar binnen haalt. Iedereen is zoekende toch wel van hoe krijg ik ze in godsnaam aan het lezen. Dus ik denk dat veel scholen ons gaan volgen, ja.